Dus vandaag hebben we Casa Mia, zeg ik het goed? We hebben onze Italiaanse daar, we deden alles fout. Want we dachten dat het Italiaans was. Casa Mia, een beetje Italiaans. Met al die winterse kou hier dachten we met heimwee naar onze Italiaanse vakanties. Ja toch? Dus we hebben een paar fotootjes even laten. Dit is niet het huis overigens. Dit zijn wij inderdaad. Gardameer, een paar foto's van het Gardameer. Dit is Lago Maggiore trouwens, deze. En dit is weer het Gardameer aan de overkant. En kijk. Deze huisjes die huren we als we daar zijn met de voorgangers. Dat allemaal, kijk, het ziet er zo uit. En dat zijn de vakantie. Villaggio Olandese, nota bene, een Nederlands dorpje. Het is gebouwd door de Nederlanders ooit. En die kan je dus huren. En daar zitten we dan, elke familie, gezinnetje van de voorgangers zit in zo'n huisje. En dan komen we dus regelmatig bij elkaar. En dat is helemaal gezellig. Mooi uitzicht, hè? Lago Maggiore. Met, als je goed kijkt, de witte top van de Monte Rosa. Die ligt volgens mij dan weer net in... Nee, Frankrijk volgens mij. Of Zwitserland? Nou ja, nee, zoiets. Die dus ook in de zomer wit is. Oké, dus weet je, er is iets met zo'n huisje en dat is leuk en gezellig. En om het een beetje Italiaans te houden, hebben we straks ook nog een hapje pizza voor degenen die willen. Casa Mia. En er is iets, weet je, maar als je daar bent, als je zo'n huisje hebt gehuurd, het is niet eigenlijk echt, weet je, je komt en een paar weken en dan moet je heel voorzichtig zijn, want dat zijn je spullen niet en dan ga je weer. Ik hoop dat je de kerk, jouw huis hier, ervaart als echt een thuis. Niet van ik ben hier een paar weken en ik mag nergens aankomen, want dat zijn mijn spullen niet. Maar dat je iets hebt van ik heb een thuis gevonden, een geestelijk thuis. En daar wil ik het een beetje met elkaar over hebben, over een geestelijk thuis. Ik kan me nog herinneren de allereerste keer dat je in een kerk binnenloopt. Dat is al wel bijzonder. Sommige van jullie zijn natuurlijk opgegroeid, zoals Mathilde ook, in de kerk, de leven lang. Maar ik niet. Ik was 18, zoekende student. En ik was bezig met geloof, ik heb verhalen al verteld. En dan herinner je nog heel goed de eerste keer dat je een kerk binnenloopt. Misschien zitten hier wel mensen die voor de eerste keer vandaag hier zijn. Of sinds kort weer. We hebben vaak contacten na en voor de dienst. En dan is, ja, ik ben lang niet in de kerk, jarenlang niet. Of eigenlijk bijna nooit, vroeger als kind. Iets lang geleden hoorden we iemand die vertelde, ik reed elke week voorbij. En dan gebeurde er iets en ik dacht, ik moet een keer naar binnen. En toen kwam ze naar binnen en toen heeft ze de Heer leren kennen. En dat is geweldig, zulke verhalen. De eerste keer dat je in het huis van de Heer bent, dan gebeurt er iets, hoop ik. Ik weet nog, ik was net bekeerd, maar ik kan nog geen kerk. Ik wilde ook niet naar een kerk, geen zin in een kerk, want kerk is saai. En wat moet je daar nou doen en zo, dat was mijn idee. En toen zei iemand, en zei ja, er is ook een hele vrolijke kerk. Die bestaan ook. En in Utrecht was dit nog, de Keistraat. Toen heette dat de volle evangelische gemeente Utrecht. En midden in het centrum, de Keistraat, vlak bij de Domtoren, de Domkerk. Echt helemaal midden aan een grachtje, helemaal leuk. Dus ik dacht, oké, dus we gingen daar samen kijken. En ze zei nog, het is niet mijn stijl, ik hou er niet van. Want dan gaan ze allemaal staan met zingen. En dan gaan ze klappen. En dan gaan sommigen ook de handen omhoog doen. Ja, het is allemaal niet mijn stijl. Maar ik wil één keer met je mee om je te helpen. Dat is wel lief, hè? Om te helpen. Want het is zo goed. Mensen hebben af en toe een zetje nodig. Er zijn misschien mensen in jou en in mijn omgeving die net even dat zetje kunnen gebruiken. Ik vond het filmpje geniaal, wat we net zagen. Wie kan je meenemen met Pasen? Weet je wel, wie heeft net even het zetje nodig? Zeg, kom, dan gaan we samen. En dan weet je de weg, dan kan je het verder zelf. Dus daar gingen we dan. Maar ik vond het geweldig. En dat eerste liedje, helemaal prachtig. Iedereen ging staan, leuk. Tweede, ik ga ook staan. En de derde, ik ging meeklappen. En dat meisje die me meegenomen had, die dacht, oké, daar was ik dus al bang voor. Hij vindt het leuk. Maar er was iets van thuiskomen. Er was iets van, wauw, ik wist niet dat dit bestond. En ik hoop zo dat je dit, als je dit je gemeente noemt, dat je dat ook ervaart. Of misschien wel nu aan het ervaren bent dat thuiskomen. En weet je, niet en de kerk. Maar dit is mijn kerk, mijn huis, mijn geestelijk thuis. En hier wil ik zijn, en hier wil ik mijn wortels uitslaan. Hier wil ik de Heer leren kennen, hier wil ik deel van zijn. Vandaag wil ik met je een paar teksten bekijken over Gods huis. En ook nog iets delen wat misschien een beetje nieuw kan zijn. Wat voor mij ook een beetje nieuw is. Dus kijk even met me mee. Ik heb hier staan, Gods huis
Casa de Dios, maar dat is Spaans, hoor ik net. Dat gaat allemaal zo lekker, hè. Op je stoel ligt ook zo'n leuke. Welkom thuis. Het is of welkom home of welkom thuis. We zijn lekker bezig. Dus Casa de Dios is heel goed Spaans, niet Italiaans. Italiaans, ik heb net even gecheckt, is Casa di Dio. Dus dat is eigenlijk wat ik eigenlijk... begrijpen we nog een beetje, ja. Hè? 2 Samuel 7, vers 2. Je hebt het me vaker horen vertellen als je hier vaker bent geweest. Maar het was zo'n openbaring. Ik was al voorganger en ik liep die grote kerk in Londen binnen. En er stonden grote letters op een groot scherm. En het raakte mij heel diep. Heel diep. En ik hoop zo dat ook vandaag dat we elkaar kunnen inspireren. Niet met je hoofd alleen, maar in ons hart iets gebeurt over de schoonheid van het plan van Gods huis. Want je bent de kerk, jij en ik, wij zijn de kerk. En daar stond daar de koning, het zegt tegen de profeet Nathan, kijk nou, ik woon zelf in een mooi paleis, maar de ark van de Heer staat nog steeds in een tent. Dat kan eigenlijk niet. Doe wat u hart u ingeeft, zegt dan de profeet Nathan, de Heer is bij je. Hij staat weer eens terzijde. En diezelfde nacht richtte de Heer zich tot Nathan. Zeg tot mijn knecht, mijn dienaar David. Dit zegt de Heer, wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? In Londen stond het er in het Engels, dat begrijp je wel, hè? Are you the one? En dat komt nog dichterbij. Are you the one to build me a house to dwell in? En ik was zo... De dienst was helemaal niet begonnen. Het was 10 minuten voor de dienst. Lekker muziekje. En ik was al helemaal, wauw, dit is de hele reis al waard geweest. Er gebeurde iets van binnen. En niet dat ik was al enthousiast voorganger. En de kerk ging goed naar Nederlandse maatstaven. En het groeide en mensen waren blij. Maar er ging iets. God zelf, niet een theologie, niet een visie van een bepaalde groep. Niet een enthousiaste pep talk van een of andere voorganger. God zelf vroeg aan mij. Ben jij degene, Erof? En volgens mij vraagt hij het aan ons allemaal. Are you the one? Ben jij degene die voor mij een huis wil bouwen? En er ging zoveel door mijn hoofd heen. Ten eerste, God had mij toen niet nodig. En ten tweede, stelt God vragen aan mij? Kan ik daar ja en nee op zeggen? Hoe werkt dat eigenlijk? En het grote voorrecht dat God mij betrekt. Mij nodig, kiest om nodig te hebben. Mij uitnodigt om deel te zijn wat hij aan het bouwen is. En in die seconde, ik kan niet goed uitleggen wat er is gebeurd. Maar degene die mij kennen, zoals Jozef weten, mijn vader was vanaf dat moment niet meer dezelfde. Hij heeft het er altijd over. En het is gewoon een openbaring voor me geworden. Dat ik, wauw, God vraagt dit aan mij. De kwetsbaarheid die erin zit. Want als ik zeg ja en ik doe nee, of als ik zeg weet niet, of bedoelt u dat nou echt? Maar er was iets van binnen. Ik wist, dit is mijn bestemming, dit is wie ik ben. Hier wil ik mijn leven voor geven, mijn tijd, mijn liefde, mijn financiën voor de Heer. En hij vraagt het aan jou en mij. Are you the one? Een paar teksten om gewoon nog eens even elkaar te bemoedigen en die passie nog eens even lekker aan te wakkeren. Weet je nog dat de discipelen zagen Jezus en ze herinnerden zich, zijn ijver voor zijn huis heeft mij verteerd. Weet je, dat zo. Ik hoop zo dat we... Hoe kan je... Ken je christen niet hier, hè? CLC niet. En vraagt de ene christen aan de andere, hoe is het in jouw kerk? Ja, gaat wel, weet je wel zo. Ach ja, we maken er het beste van. Denk je nou dat zo'n kerk, dat daar veel onbekeerden gaan komen, veel mensen nieuwsgierig worden? Nee, als wij vol passie zijn, niet om wat je ziet, maar om wat God doet hier. Dat is het grote verschil. Niet om wat je ziet en de pizzapunt is koud. Nee, om wat God doet. Om de openbaring die God geeft. Waarom gaat het licht steeds verder branden, weet iemand dat? Hè? Oh, oké. Okay. Ja, zelfs boven op het balkon is het licht helemaal aan. Dat is niet gezellig meer. Dit is iets te veel. Oké, dus God is in ieder geval enthousiast, heb ik dit genoemd, met punt 1, over zijn huis. Psalm 92, je kent hem waarschijnlijk. En dan gaat hij nog een keer. De rechtvaardige groeien op als een palm, als de zeden van de Libanon, reizen ze omhoog. Waarom? Ze staan geplant in het huis. Geplant in het huis. Dat is een groot verschil om af en toe in en uit te wandelen.
Zoals ik ben 2-3 weken misschien in Italië in dan zo'n kleine casa, zo'n klein huisje, gezellig. En dan gaan we weer en tot volgend jaar. Maar nee, als je geplant bent in het huis van de Heer, dan zullen ze opgroeien. Ze dragen nog vrucht als ze oud zijn. Psalm 65 vers 5 zegt, deze lees je snel overheen. Maar hij is heel mooi. Gelukkig, gezegend. Wie door u gekozen is en mag naderen, hij mag wonen in uw voorhoven. We genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel. Nou, hier moet je even over nadenken. Want het kan zijn dat je denkt van, nou ja, weet je wel, je moet eigenlijk toch wel naar een kerk, hè? Sommige mensen zeggen gewoon met emotie nul op hun gezicht, ja, je moet toch voor je kinderen eigenlijk wel naar de kerk. Ik denk, wat een passie. Geweldig. De passie spat er vanaf. De halve straat is al bekeerd door jouw passie. Meer dan eens. En ik veroordeel niemand, ik snap het allemaal. Maar als dat het enige reden is. Hier staat Psalm 65. Gelukkig, gezegend, wie door u, door de Heer gekozen is en mag naderen. Hij mag wonen in uw voorhoven. Oh, daar gaan de lampen weer. Jullie zien mij nog, hè? Ja. Hij mag, je mag bij hem zijn. Je mag komen in zijn huis. Niet van, nou eens even kijken. In Den Haag tegenwoordig hebben we wat iemand geteld. 150 kerken. Toen ik begon hier, hadden we er 12 of zo. Dus we hebben een beetje concurrentie. Er is al wat gebeurd in Den Haag. Maar dat geeft niet. Want als al die kerken mensen bereiken, het Koninkrijk van God breekt zich baan met geweld. 150 kerken in 20 jaar tijd. Dat is nogal wat. Van alle soorten en maten. Dus je hebt de keus. En sommige mensen maken dan ook inderdaad gebruik van het hebben van de keus. En dat begrijp ik ook. Maar er is op een gegeven moment iets van, nou eens even zien, die kerk doet zo, dus een beetje zo. En ik vind het kinderprogramma, nou de pizza, daar is de pizza koud, daar ga ik niet heen. Dus nou, eens even kijken. Maar er is iets van het voorrecht, lieve mensen. Het voorrecht, je mag komen. Het is Gods idee. Hij bouwt zijn huis en hij nodigt jou uit. Om daar te zijn, te mogen zijn en te mogen meebouwen. En dat is een beetje uitdagend voor ons denken. Nou, ik bepaal zelf wel waar ik heen ga, of ik ga, waar ik heen ga. Of ik elke week ga, of met wind tegen, wind, hallo, windkracht 6 en chill factor min 12. Dat ga ik natuurlijk niet, enzovoort. Maar dat is zo anders als je God leert kennen. Het voorrecht dat hij zei, oké, je mag komen in mijn huis. Ervaren we dat zo? Als een voorrecht, als een gift? Als een, wat is dat mooi dat de Heer mij betrekt om in zijn huis te zijn. Psalm 84, die staat ook daar op de banner al jaren. Jullie weten wie dat is achter het drumstel, hè? Driekwart van wat er hier zit, dat is Joshua. Toen hij drumde. Hij drumde vroeger. Lang geleden. Psalm 84. Hoe lieflijk is uw woning, Heer, van de hemelse machten. Gelukkig wie wonen in uw huis. Gelukkig, gezegend, gedurig mogen ze u loven. Steeds krachtiger gaan zij voort, omdat ze geplant zijn. Steeds krachtiger gaan ze voort om in Sion van God te verschijnen. Ken je christenen? Ik hoop het niet. Maar ik denk het wel. Die nergens echt geworteld zijn. Dan weer hier en dan weer daar en dan weer zo. En dan vinden we daar weer wat van. En ze zijn niet krachtig. Gewoon niet krachtig. Ze zijn niet geplant, niet die wortels. En de Heer zegt, ik wil dat je een keus maakt en dat je je gaat wortelen. En dat je gaat meebouwen dat wat God aan het bouwen is. Steeds krachtiger gaan ze voort die in uw woning wonen. Blessed are those who dwell in your house, staat er in het Engels. Beter één dag in uw voorhoven dan 1000 dagen erbuiten. Beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten van de goddelozen. Als ik dit lees, 1 dag, 1000 jaar, dat is nogal wat. Dus dan heb ik ook het gebed in mijn hart. Heer, geef me meer passie voor uw huis. David hier heeft iets ontdekt wat ik nog steeds aan het ontdekken ben. En jij waarschijnlijk ook. Ik sta liever 1 dag op de rand daar zo. In de kerk van de Heer in Gods huis dan 1000 jaar ergens anders. Wat een taal. En wat een passie. En dan wil ik in groeien. En ik weet zeker dat als we met elkaar erin groeien, worden we steeds aantrekkelijker. Want dan hebben we steeds meer mensen. Wat heb je toch? Je bent de enige die ik ken in mijn omgeving die eigenlijk blij is met zijn kerk. Ik ken er een paar die zijn inmiddels weg en die de kerken lopen leeg. En
Hoe kan dat toch zijn? Je had dat zo enthousiast. Zo altijd even de dingen die ik je wil vragen. Gebruik social media om te vertellen wat God aan het doen is in jouw kerk. Gebruik het zo makkelijk. Maar vertel het goede nieuws. Zodat mensen denken, wat is dat toch daar? En ik ga eens met je mee. Want je schijnt wel erg enthousiast te zijn. Dat wil ik nou zelf ook eens een keertje zien. Psalm 122 staat, verheugd was ik toen ik hoorde, we gaan naar het huis van de Heer. Weet je, elke keer, er zijn veel mensen hier in het team, veel vrijwilligers. En ze hebben dankbaar voor, want vrijwilligers bouwen alles. Die bouwen de hele kerk. En als ik kijk naar ons worship team, sommige mensen staan echt bijna echt elke week op het podium. En ze oefenen thuis. En ze, weet je wel, zondag is geweest, volle dag, straks. En dan is het, ben je moe en oké. En dan, weet je wel, dan heb je connectgroep en dan heb je oefenen misschien. Of voorbereiden als je kinderwerk doet enzovoort. En je hebt een vergadering misschien. En dan komt het weer, Sunday. Sunday is coming. De komende zondag zit er alweer aan te komen. En je kan denken, oh boy man, weer. Maar je kan ook denken, nee, ik was blij toen ze zeiden, zondag komt er weer aan. Zondag komt er weer aan. Ik bouw mee, ik ben betrokken. Ik weet wel, dit is waar God van droomt. In Genesis 28. In Genesis 28, dat verhaal ken je waarschijnlijk ook wel, Jacob. En hij droomt daar, hij ziet een visioen. In het Engels staat een vision, een visie. Zijn ogen zijn dicht, hij ziet daar de hemel open en de ladder omhoog naar beneden, engelen omhoog naar beneden. En God bovenaan die een belofte geeft, ik zal je dit land geven. En dan moet je kijken, toen werd Jacob wakker, vers 16, dit is zeker, zei hij, op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Ik heb het niet geweten, staat er in een andere vertaling. Wist ik niet. En zo vaak moeten, dit is de eerste plaats in de Bijbel waar Bethel wordt genoemd, het huis van God. En zo vaak moeten wij ook weer, oh ja, ik wist niet, God is hier. Dit is zijn huis. Dit is zijn, hij heeft dit bedacht. Jezus heeft zijn leven gegeven voor zijn huis. En hij komt terug voor zijn huis, zijn gemeente. En hij voedt en hij koestert de gemeente. Dus God opende de ogen daar van Jacob en hij zei, ik heb het niet geweten, ik besef het niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Het wonderlijke is, je zou kunnen denken dat hij had gezegd, wauw, ik heb de hemel open gezien en God gezien en engelen. Fantastisch. Maar wat hem het diepst raakt, is niet de engelen, maar dat hij Gods huis heeft ontdekt. En dat daarin God is en die engelen en de poort naar de hemel. Begrijp wat ik bedoel? Sommige mensen zijn, weet je wel, ze houden van Jezus, maar ze hebben nog steeds een schakel over zijn kerk. Ik weet niet of ik hou van de Heer, maar hij zag God daar. Hij zag engelen, hij zag de hemel op. En wat raakte hem het meest? Dit is Gods huis. Nooit geweten dat dat zo in elkaar zat. Prachtig stukje. Wat een onzagwekkende plaats zit, en dit is niks anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. De volgende morgen zet hij dan een steen neer, olie erover, aanbidding. Hij wijdt die plek en noemt het Bethel en later wordt dat het huis van God. En dan zegt hij, hij gaf die plaats, daarna Bethel, deze steen die ik gewijd heb, zal een huis van God worden. En ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft. Hij was zo onder de indruk. Het is ver voor de wet, tiende is niet van de wet, dit is ver voor de wet. Zo onder de indruk, hier, wat kan ik doen? Wat kan ik doen? Hij had ook kunnen denken, ja, dat is een visioen en prachtig en de Heer en de engelen. Maar hij wil bijdragen, hij wil bouwen. Ik ga tiende betalen aan iets wat eigenlijk nog niet bestond. Want dit was de allereerste keer dat het huis van God wordt genoemd. Zijn reactie daarop. In Efeze 1 vers 11, ja, in de message, it is in Christ that we found out. Ik wil gewoon een paar van die prachtige teksten met je doorlopen. Is dat oké? It is in Christ that we found out who we are, what we're living for. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, he had his eyes on us. Voordat we hem leren kennen, had hij zijn oog al op jou. Prachtig mooi. Had designs on us for glorious living. Part of the overall purpose he's working out in everyone and everything. Hij heeft een doel. Jezus heeft een doel. En met dat doel voor ogen had hij een plan al klaar voor jou en mij. En dan vers 20, all this energy issues from Christ. Christ raised him from the dead. God raised him from the dead. And set him on the throne deep in heaven. In charge of running the universe. Prachtige taal in het Engels. Het gaat, God heeft hem op doen richten. En over het universum gesteld. For everything, galaxies, governments, no name, no power.
Alle namen, zelfs de melkwegstelsels, zijn onder de naam van Jezus. Jezus is daarover gesteld. En dan staat er, he is in charge of it all. Hij is de baas over alles. At the center of all this, Christ rules the church. In het centrum van al die melkwegstelsels en al die... In het oog van de Heer is in het centrum zijn kerk. In het centrum. The church, you see, is not peripheral to the world. De kerk is niet rondom de wereld, but the world is peripheral to the church. De wereld staat, wat God betreft, rondom de kerk. De kerk helemaal in het midden. The church, you see, is Christ's body. Is Gods, de kerk is het lichaam van Jezus. Waardoor hij spreekt en handelt. En waardoor hij alles wil vullen met zijn aanwezigheid. Prachtige, prachtige tekst. Nog eentje uit de Message, is dat oké? Okay? Goed voor ons Engels. Efeze 2, vers 19. God is building a home. Using us all. Hij gebruikt ons allemaal. Wat hem betreft in ieder geval. Irrespective of how you go. Maakt niet uit wat je achtergrond is. En wat hij aan het bouwen is. Hij gebruikte de apostelen, profeten voor de foundation. And now he's using you. Nu gebruikt hij jou. Fitting you in brick by brick, stone by stone. Hij kent jou, op een bepaalde manier gemaakt, gave talent. En dan is er een steen en zit hij, hier pas jij precies in. En zo bouwt hij een huis. With Christ Jesus as the cornerstone that holds all the parts together. We zongen net nog een keer dat lied over cornerstone. De hoeksteen is Jezus, die alles bij elkaar houdt. En dan staat er dit. We see it taking shape day after day. A holy temple built by God. All of us built into it. A temple in which God feels quite, is quite at home. Nou, dat is een uitdagende tekst. We see it taking shape day by day. We zien het vorm krijgen dag na dag. En ik hoop zo dat ik en jij, als je kijkt naar de kerk, dat je ziet wat er aan het vorm krijgen is. Wat God aan het bouwen is. We see it taking shape. We zien het groeien. We zien het vorm krijgen zoals God het aan het bouwen is. Sommige mensen kunnen helaas, of ze kijken er niet naar, of ze zijn er niet mee bezig. De focus. Als je naar de kerk kijkt, als je naar CLC kijkt, jouw kerk, mijn kerk. De focus is zo belangrijk. Sommige mensen, nou ja, laat ik het maar zo zeggen. Moeten bemoedigd worden om te kijken wat God ziet, aan het, wat vorm aan het krijgen is. Wat hij aan het bouwen is. Waar wij allemaal in passen. Kijk wat we hier aan het doen is. Kijk waar hij mee bezig is. Kijk naar het prachtige, prachtige plan dat hij heeft. En hij bouwt een huis waar God zegt, in het Engels staat dat God is quite at home. God die zegt, ja, hier kan ik me goed thuis voelen. Dat is volgens mij het beste compliment wat je als kerk kan hebben. Ja, hier kan ik me goed thuis voelen. Als de Heer zegt, ja, hier wil ik, dit is mijn huis. Dit voelt als mijn huis. Zo heb ik het bedoeld. De manier waarop ze mij lief hebben, elkaar lief hebben, mensen helpen. De passie, de verwachting, het geloof, de vreugde. Omzien naar elkaar, noem maar op. Dat God zegt, ja, ik zie hier iets vorm krijgen waar God zegt, ik voel me quite at home. Punt 2 is, zie het als een geschenk. Zie het als een geschenk. Weet je, we hebben het gehad in de serie over de Golf & Country Club. Je wordt lid van een vereniging of een club en je verwacht allerlei dingen. En je gaat aanspraak maken op dingen, want je bepaalt je lidmaatschap. En je verwacht een goede service. En je verwacht bediend te worden op een goede manier. En God zegt, zo is het niet bij de kerk. Er is een Bijbelse kijk, een hele andere manier. Je mag deel zijn van het huis van de Heer. Weet je, we zijn gemotiveerd door Gods liefde. De liefde van Jezus. Hij heeft zichzelf gegeven aan het kruis. Straks gaan we dat weer, weet je, binnen minder dan 2 weken is het Goede Vrijdag. En dan staan we even heel bewust stil. Hij heeft zijn leven gegeven voor jou en mij. En die motivatie, zijn liefde voor jou en mij. Zijn liefde voor jou, dat is de motivatie om te zeggen, Heer, wat kan ik doen? Ik wil iets betekenen, ik wil deel zijn. Ik wil u dienen. Het is een geschenk. Het is een geschenk. Hier in Filippenzen 2 vers 8 dan staat, door zijn genade ben je gered. Dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf, want het is een geschenk van God. En het volgende punt, punt 3, het is een geschenk. Dat geschenk willen we begrijpen. God geeft jou dat geschenk van eeuwig leven. Hij geeft je het geschenk dat je bij hem mag horen en in zijn huisgezin mag zijn. Hij geeft je het geschenk dat je een doel en een reden voor je bestaan hebt. En hem mag dienen, de koning mag dienen met vreugde. En dat willen we waarderen. Willen we niet licht nemen. Daar willen we serieus mee bezig zijn. Daar willen we
Heel, heel kostbaar willen we dat vinden. En de vierde. Dat verhaal staat tussen de buitenste en de binnenste poort. Het verhaal staat in 2 Samuel 19 vers 1 en verder. En misschien zetten we wel een stukje op de beamer, maar ik zal het een beetje samenvatten. Er zijn steeds meer archeologische vondsten die het ook laten zien. In Jeruzalem had je de muur rondom de stad en je had een soort binnenmuur. Dus een poort had eigenlijk 2 poorten. De buitenste poort, de muur had een aantal poorten, de buitenste poort en de muur wat iedereen ziet. En dan liep je een stukje door een soort middenterrein en dan kwam je door een tweede poort en dan was je echt in de stad. Die eerste poorten die waren zichtbaar. Dat is alles wat mensen zien. Je gedrag, wie je bent als kerk, misschien de website, het gebouw, de buitenkant. En ook van jou en mijzelf, ons hart. De buitenkant, wat ze zien aan je. En dan is er nog een tweede poort en daartussen, dat was een heel belangrijk gebied. Want daar zaten de edelen, daar zaten de oudsten van de stad, zeg maar de stadsbestuurders, daar zaten de rechters. Die zaten tussen de eerste en de tweede poort in. En daar waren de belangrijke gesprekken en de belangrijke beslissingen. Daar gebeurde heel veel wat te maken had met wat er in de stad verder zou gebeuren. En nou is er hier het verhaal in 2 Samuel 19. Waar David rouwt over zijn zoon Absalom. Absalom was overleden, was omgekomen in de oorlog. En het is natuurlijk logisch dat een vader rouwt over zijn zoon. Alleen, Absalom had geprobeerd zijn vader van de troon te stoten en het over willen nemen op een verkeerde manier. Om zelf koning te gaan worden. Je kent misschien het verhaal. Hij had de harten van mensen proberen te stelen van de koning heeft geen tijd, praat maar met mij, ik snap je wel. Dat soort dingen. Uiteindelijk was het niet gelukt en dan is Absalom overlijdt. En de koning blijft maar rouwen. En hij zegt werkelijk wonderlijke dingen. Dan staat hij trok zich terug in het vertrek boven de poort. Mijn zoon Absalom, zoon, mijn zoon Absalom, was ik maar dood in plaats van jij. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. En zo gaat dat de hele tijd door. En dan komt Joab en die zegt tegen David. Hij, als een profetisch woord van de Heer. David, hoe lang blijf je nog jammeren over jouw zoon die notabene jou van de troon wilde stoten? Hoe lang blijf je nog jammeren over het verlies, terwijl een volk jou nodig heeft? Waar ben je nou? Waar ben je nou? Je hoort te zijn daar waar de edelen zijn, daar waar de beslissingen worden genomen, daar waar de gesprekken worden gevoerd, daar waar de koers wordt uitgezet, daar waar geschillen worden beslecht. Het enige wat je doet is een beetje jammeren over, oh, had ik Absalom nog maar. En misschien snap je, of sommigen van jullie, dit was voor mij een woord. Dit was voor mij een woord. Dit had ik even nodig. Sommige dingen kunnen zo lang in je hoofd blijven. Was het maar, en was maar zus, en was maar. Dat op een gegeven moment toen ik dit las en ik hoorde iemand hierover, dat gewoon ook tegen mij zei, Erel, neem je plek in. In die poort, daar waar jij een plek hebt. Dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor ons allemaal. Wees er. Die Joab die zei, hey luister, het lijkt bijna alsof er zijn mensen in jouw leger die hebben hun leven in de waagschaal gelegd. Voor jou in zekere zin, om in jouw leger te dienen. En daar zeg je niks tegen. Nou is die zoon van jou die een verrader was gestorven en dan loop je alleen maar over te jammeren. Joab zegt, als je nou niet gaat staan in die poorten, dan ga je iedereen verliezen. Er zijn mensen die houden van jou. Er zijn mensen die hebben hun leven in de weegschaal gelegd voor jou. Die hebben gestreden voor je en met je. En het enige waar je maar mee bezig bent, is die ene die je verloren bent. En Joab zei, als je nu niet terug gaat naar die poort, ben je straks alles kwijt. En ik dacht, wauw, hoe vaak zat ik zelf niet inderdaad een beetje te jammeren over eentje. Wat niet is gegaan zoals we wilden. En of een paar. En dat de Heer zei, er zijn mensen. En dat geldt ook voor jou. Er zijn mensen die houden van jou. Er zijn mensen die hebben jou nodig. Er zijn mensen die wachten op jouw bemoediging. Jouw glimlach. Je hebt misschien een stukje mentorschap, coaching, bemoediging.
de goede kant op. Er zijn mensen die houden van jouw input, je glimlach, de zegen die je kan zijn voor ze. Er zijn mensen die hebben je nodig in beslissingen, in belangrijke situaties. Blijf niet langer jammeren over 1 of 2 dingetjes die er niet meer zijn. En toen ik dat las, komt dat over? Toen ik dat las, dacht ik, oh ja, heer, ik heb ook af en toe een beetje zitten jammeren over dingen die niet meer zijn. Terwijl er is een kerk die houdt van elkaar, houdt van Jezus, houdt van wat we doen hier. En niet alleen voor mij, maar voor iedereen. Neem je plek in Gods huis. Neem je plek in op de plaats die God je geeft. Misschien een plek van invloed. Misschien roept God je om connectleider te worden. Teamleider. Iets, een andere leider. Ergens invloed te hebben. En misschien roept God je om een paar mensen gewoon wat te gaan helpen op weg. Mee te helpen bij de Alpha. Om gewoon nieuwe gelovigen te helpen te gaan ontdekken wie Jezus is. Om te gaan helpen bij Freedom in Christ. Ik noem maar een paar dingen. Of kinderen te helpen. De eerste stappen van hun leven. Dat je daar invloed hebt. Om helpt en zegent. God zei door dit stukje heen ook tot mij. Eerlijk, neem je plek in. Neem je plek in. Gebeurd is gebeurd. Maar er zijn mensen die waarderen wat je doet. Die hebben nodig wat je doet. Je kan tot zegen zijn. En dat geldt volgens mij. Voor ons allemaal. Want ik ben gewoon broer van jullie. Ik dien dezelfde Heer. En hij legt dezelfde passie in mij. Als in jullie.